De initiatiefnemers waren na de vergunningverlening door het college van BMW van Westland aan de slag gegaan. Maar een omwonende heeft beroep ingesteld tegen die vergunning. De zaak komt komende maandag voor de rechter. Begin juni is op feestelijke wijze de eerste paal geslagen voor het appartementengebouw. Voor onder andere 12 jongeren met een beperking die er onder begeleiding willen gaan wonen. Het bestuur van de stichting baalt. Ja, we zijn allemaal erg neergeslagen, ouders. Maar ook opa's, oma's, verder familie en vrienden. We hadden gehoopt nu echt een avond te kunnen gaan maken waar we al jaren voor bezig zijn. Ons droomhuis realiseren op een gigantisch mooie plek in Westland. Dat wordt nu even stilgelegd. Ja, het is wel zo dat we dit niet al te veel met de kinderen delen. Want dan lopen de emoties te hoog op.